Marit Bouwmeester heeft woensdag direct de leiding gegrepen bij het ex-Lezer Radial. De regerend Olympisch en wereldkampioen sloot woensdag de eerste rassendag in Barcelona af met twee tweede plaatsen. Bouwmeester staat daarmee op vier punten. De Polsagata Barwinska volgt met negen punten en de Deense Annemarie Rintom heeft er elf. Maxime Jonker bezet de twaalfde plek. De geboren gelders eindigden de eerste race als zevende en de tweede als twaalfde waardoor ze in totaal 19 punten in de wacht sleepte. Bouwmeester veroverde eind augustus haar derde wereldtitel in de laserradial klasse. Vorig jaar in Rio de Janeiro pakte ze bovendien Olympisch goud, nadat ze vier jaar eerder bij de Spelen in Londen genoegen had moeten nemen met zilver. De ex-laseradial zouden afhankelijk dinsdag van start gaan. Het organisatiecomité besloot zich echter aan te sluiten bij de algemene staking die dinsdag plaatsvond in Catalonië, als reactie op het politiegeweld tijdens het referendum voor onafhankelijkheid van afgelopen zondag.